Ik sta hier voor de snoezelwagen. Die stond bij ons voor de deur en ik denk, laat ik daar maar eens eventjes een itempje over maken. Want wat is een snoezelwagen eigenlijk? Nou, het snoezelwagen is ons geschonken namens de Stichting Vrienden aan Philadelphia toen ze jubileum hadden. Het mooie van de snoezelwagen is dat hij uniek is, in ieder geval op het moment dat hij gemaakt werd. Want leverancier had hem op een beurs staan als voorbeeldwagen van, nou, zo ziet de snoezelruimte eruit. En zo hebben ze eigenlijk met de Stichting Vrienden, waarvan iemand van de Stichting Vrienden toevallig op een beurs was, het zag. En hebben ze dit concept gemaakt. Zullen we binnen gaan kijken hoe het eruit ziet? Een trappetje op. En dan kom je een leuke voorportaaltje binnen. Dan kun je al gewoon rustig staan. En ik hoor binnen al muziek. Dus we gaan eens even kijken hoe het er binnen uitziet. Nou, als ik dit zo zie, dan kom ik al gelijk tot rust. Ik moet wel even mijn schoenen uitdoen. Dus doe ik even mijn schoenen uit, zo. En dan gaan we eens even lekker rustig genieten van de rust hier. Kijk, zo ziet het eruit. Elke keer rustgevende muziek die je hoort. Mooie lampjes die hier langzaam branden, aan en uitgaan. En dan kun je lekker op de kussen gaan liggen als je wil. Je kunt op het waterbed gaan liggen. Dan lig ik heerlijk in dat waterbed. Lekker even ontspannen. Ik ga heel even gewoon rustig relaxen. Gaan we nu even verder kijken naar hoe het er van binnen uitziet in deze snoezelwagen. Kijk, dit was het andere bed waar ik het over had. En als je dan daarvoor bent, dan heb je hier een mini droomvlucht. Net als bij de Efteling. Thank you.
Mooi, hè? Daar staat ook een hele mooie, mooie boom. En het is herfst in de snoezelwagen. Er staat ook een mooie kleur boom. En waar je ook kijkt, overal zie je wel kleurtjes en lampjes en dingetjes. Ik vind iets boven mijn hoofd bijvoorbeeld. Zie je dus al die streepjes. Je kunt even tot ontspanning komen. Kun je hier al aan draaien. Kun je het hele blok om één keer omdraaien. Kijk. Dat is toch mooi, hè? Dat het allemaal zo kan. Zal ik nog één keer draaien? Komt ie hoor. Kijk, dat was een mooie draai. Zo kunnen we helemaal rondkijken. En dat was de inkijk bij de snoezelwagen. Ik hoop dat jullie een beetje een beeld hebben gekregen van hoe die eruit zag. En dat jullie hebben mogen genieten.